Welkom bij Nieuwe Vraag op Straat. Breda krijgt deze zomer fonteintjes in de binnenstad. Wij willen graag van u weten wat u hiervan vindt en waar u deze graag zou willen zien. Vraag op Straat vraagt het aan u. Nou ja, daar hebben we al iets van gelezen in de krant. En het fleurt de boel weer een beetje op in de zomer. Leuk voor de kinderen als ze er overheen kunnen lopen. Dat zou interessant zijn. Ik vind het op zich een goed idee. Ik denk dat het heel erg verlevendigd werkt voor de gemeente. Heel gezellig, heel sfeervol. En ik denk dan vooral aan het Kasteelplein, aan de haven, eventueel havenmarkt. Prima idee. Ja, hartstikke gezellig. Neemt wel extra sfeer in de stad brengt. Dan misschien hier op de markt. Dus lijkt me leuk. Ja, dat zou ik super vinden. Ik vind sowieso, als er al sowieso iets aan de stad gedaan wordt met leuke dingen die geplaatst worden. En fonteinen, die zijn altijd, die mensen die reageren altijd heel positief op fonteinen. Dus het geeft een beetje rust, een beetje leven in de brouwerij. Het is eigenlijk een beetje dubbel. Het is en rustgevend en een beetje leven in de brouwerij. En op bepaalde strategische plekken in de stad zou het natuurlijk hartstikke leuk zijn. Op de grote markt of koopplein, bij de haven, noem het allemaal maar. Gewoon punten waar veel mensen komen, samenkomen. Dat is ja, hartstikke leuk natuurlijk. Vind ik een heel leuk idee. Ja, ik vind de Rotterdam ook leuk. Dus, Ik vind op zich hartstikke leuk, denk ik. Op de grote markt zou denk ik dan het geschiktst zijn. Maar we hebben ook al zoveel water in de stad. En de grote markt is ook wel mooi zoals die is eigenlijk. En ik denk dan ook wel gelijk een beetje aan de viezigheid en het bier. En ik weet niet wat er 's nachts allemaal in gedaan gaat worden, maar dat zou kunnen. Dus het hoeft niet per se van mij. We hebben zoveel mooi water hier al. Met een opengebroken haven helemaal daar aan de voorkant. Prachtig. Dus eigenlijk misschien niet doen. Oeh, dat vind ik wel gezellig. Dat is wat anders, hè? En u zegt gezellig. Waar zou u deze fonteintjes graag willen zien? Nou, ik vind het wel een goed idee op de Grote Markt. Of Kootplein. Ja. Ja, Kasteelplein of de Grote Markt zou aardig zijn. Wel een plaats waar mensen echt ook wel komen natuurlijk. Het moet ook niet in de weg staan. Ja, het Kasteelplein lijkt wel misschien een havenmarkt in het midden. Nou, ik denk dat de Grote Markt uiteraard een heel mooi punt is om zoiets te doen. Verder hier bij de haven, op net voor de brug of opzij van de brug, richting Kasteelplein zeg maar. Kasteelplein is ook nog zo'n plek waar iets kan. En ik denk op de kop van de Veenmarktstraat dat daar ook wel een leuk fonteintje geplaatst kan worden nog.